hier kwam voor deze ketting weg. Ik heb er twee blauwe vlindertjes bij. Ik heb een oprolpizza, of het wel een pizza donna, weet ik hoe je zoiets mag noemen. Ja, hallo lieve vrienden. Het is alweer reeds vrijdag, al lang al hoor. En het is 12:12 op mijn horloge. Straks komt Karin, met een K, mijn persoonlijke begeleider, oftewel mijn pb'er. Ik heb alleen nog mijn huishoudelijke hulp, maar afgezegd. Het wou even niet met mij. Niet dat ik hoofdpijn had, maar zo moe. En ik weet waar dat door komt hoor, hier. Ik ben nog moe, maar ja. We moeten toch ook wel weer eens uitkomen. Maar anders had ik al lang al uit geweest, weet je. En ja, niet dat zij er wat aan kan doen, maar ze is ook zo ontzettend druk. En daar kon ik even niet handelen. Ik denk, ik wil blijven liggen. Ik ben echt bek en bek af. En waar komt het door? Ja, ik heb mijn verjaardag gevierd. En dat was de hele dag druk. Ik kwam aan mezelf niet toe. Niet eerder s'avonds. S'avonds. Toen kon ik eindelijk mijn lunch. Nee, mijn ontbijt, mijn lunch en mijn diner samen doen. En dat was een patatje. Dus ja, de hele dag druk. En oké, je drinkt dan koffie mee, eet een gebakje. Maar voor de rest, echt fatsoenlijk eten had ik niet. Ik had het wel, maar ik kon het niet pakken. En je gaat niet zitten te eten wanneer je visite krijgt. Nee, dat doe je niet. Maar ja, er zijn gewoon mensen die houden geen rekening ermee dat jij honden hebt. En dat die van tijd tot tijd er eens een keer uit moeten. Ja, nou. Zulke soort dingen. Ik denk, hè? Waarom moet het zo vroeg? Ik bedoel, ik was vroeg genoeg uit mijn bed daar niet van. Ik was er 8 uur al uit. Hè? Maar ik krijg gewoon de kans niet om zelf wat te eten. Want het is bij mij zo. Ik ga eruit. Ik vergeet trouwens jullie ook weer een welkom te wensen. Ja, welkom en groet naar je nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Maar ik val gelijk bij de boel in huis bij jullie. Nou ja, maakt niet uit. Maar in ieder geval, ik was er vroeg genoeg uit, zoals ik al zei, rond 8 uur. En dan als ik zo beneden kom, dan is het eerst die oorbellen erin doen. En dan gebruik ik mijn mobiel in de statief als spiegel. Want ik laat mijn oorbellen hier liggen. Ja, en dan moet ik ze erin hebben. Nou, en dan kom ik bij jullie. En daarna ga ik de dames eruit laten. Maar 10 uur was de afspraak en niet 9:30, ja. Dus dat, er zit 1/2 uur verschil in, weet je. En ik was 9:45 was ik thuis en even voor 9:45. En toen stond dit man dan voor de deur. Ik denk, hallo, mag ik nog eten? Nou ja, nee dus. Maar oké, ik denk, ja, een broodje dat is zo weg, weet je. Nee, 5 à 10 minuten heet dat op. Nog niet eens, dat heet je zomaar op. Dus ik had het op tijd op kunnen hebben voordat hun dan hadden gekomen. Maar ze had haar man vooruitgestuurd. Ga jij er zo vast maar heen, want ik moet nog wat doen. Oké, nou ja, hallo. Zit je met je goede gedrag. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga Kandalf eten geven, die moet eten. Het is daar ook momenteel wel dikker binnen, maar dat boeit me niet. Het hangt me niet op mijn rug. Ik ga Kandalf hier gewoon eten geven. Die gooi ik in de hal en dan maak ik me klaar om de dames uit te laten. En ik denk dat dan ook Karin hier wel ongeveer zal zijn. Want die zal rond 1:30 aanwezig zijn. Dus ja, dan wacht op. Die nemen we gezellig even mee. Een rondje om de gracht. Dus ja, gezellig. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Doei. Ja, ik ben er alweer.
Want ik vergeet nog veel meer. Ja, het is vandaag dus vrijdag, dat had ik al wel gezegd. Maar het is de 25e juni. 12 uur 16, het was 13, nou is het alweer een paar minuten later. Maar het maakt niet uit, het is dus de 25e vrijdag. En het is 17 graden en het voelt aan als 16 graden. Ja, het zonnetje is wel bezig om er doorheen te komen. Bij de poort is het in de Lielde toch nog even zo goed 26 graden. Dus dat is top. Het is skier, de lucht is scherp en grijs en grauw. Maar toch af en toe zie ik wat zonnestraaltjes. Maar ja, dat is af en toe even een klein beetje. Ja, dat vergeet ik helemaal. Ja, te zeggen wat voor dag het vandaag is, dat moet toch wel. En dus ja, nogmaals van harte welkom. Hè. Ja, en geniet ervan. Ik zou zeggen, nu wel, tot later. Doei. Ja, lieve vrienden. Mijn begeleidster is weer weg, Karin genaamd. En ik ga eventjes lekker de hort op. Eventjes kijken bij mama Meerkoetje op haar nest, kijken of ze al jonkjes hebt, ja of nee, want ik heb wel van dat ik met de dames uit was en mama en een papa zien zwemmen met jonkies, of het dezelfde is, weet niet. Dus dan gaan we eventjes polshoogte nemen. Ik ga op de booster, ik doe een rondje stad, ik ga ook eventjes hier kom voor deze ketting weg. Ik heb er twee blauwe vlindertjes bij. Ik heb een klein zakje, daar doe ik even wat as in van mijn schoonmama. Dat gaat allemaal mee en ik kijk eventjes of mijn maatje thuis is. Is hij er wel, dan lever ik het af. En dan kan hij dat voor mij gaan maken. En als dat klaar is, dan is deze ketting dus veranderd. Dan zit de as van mijn schoonmama erin en... twee vlindertjes erop, dat het een beetje een vrouwelijkere ketting wordt, want het is een herenketting. Het maakt niet uit, nee. Omdat het goed hart van mijn schoonmoedertje gekregen, met allebei alle drie de namen erop. Ik op mijn naam staat verkeerd, maar ach, komt uit een goed hart. Kwam uit een goed hart, moet ik zeggen. Dus ja, dat gaan we doen. Ik zal de boel klaar gaan maken en daarna gaan we de hort op. En ja, natuurlijk neem ik jullie mee, want als mama inderdaad kindjes hebt, dan gaat ze erop. Heeft ze nog geen kindjes, laat ik lekker met rust. Ja, dat ze op nest legt, dat weten we. Maar kijk of ze jongetje hebt, dat is leuk. Ja, toch? Ja. Maar ja, is ze er niet jongetjes, dan hoef ik dat ook niet te filmen, nee. Maar het komt allemaal goed. Ik ga dus een rondje stad doen, et cetera. En we zien waar ik mee thuis kom. Ja, ik ken deze dat deze dus niet om is. Nee, dan is die bij hem. Maar het kan ook wezen dat hij er niet is, omdat hij op vakantie is of weet ik veel wat. Ja, of een dag vrij, ik weet het niet. Maar ja, komt goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, hou vol goede moed. Het is hier grijs, grauw en triest weer. De regen valt te pakken. Daarom ga ik er eventjes nog uit voordat het al misschien mocht losbarsten. Je weet het niet. Dus ik zou zeggen, geniet van alles. En tot later. Doei. Zo, lieve vriend, ik ben net weer thuis. Ik heb gelijk maar wat lekker eten meegenomen. Dat moet allemaal eventjes wel kunnen, dacht ik zo. Ik ben geslaagd voor hetgene wat ik wou. Ik heb mijn sieraden weggebracht. Ik had natuurlijk weer wat vergeten. Hoe dom kan je wezen? Want je had het er nog over. Een beetje as van mijn schoonmoeder. Maar ja, dat moet ik morgen even brengen. Ik heb kleding. Een hele leuke, schitterende, leuke bloemetjesbroek. Met een heel mooi jurkje eroverheen. En die is weer even natuurlijk met een kleur van een van die bloemetjes. En showtime, dat komt wel. Ik ben nou te moe. Ik heb heel veel pijn in mijn rug. En morgen komt Jan, dus ik moet ook hier nog eventjes aan de gang. Ik heb een oprolpizza, of het wel een pizza donna, weet ik hoe je zoiets mag noemen. Het is opgerold. Dus ja, en morgen komt ook Jan. Dus Jan Verdam. Nou,
die kennen we wel natuurlijk. Tenminste, jullie helemaal. Ik ken hem al jaren, maar jullie kennen hem ook al een paar jaar. Want hij, komt ook wel eens in een vlog voor. Dus ja, en dat komt morgen weer. Dat gaat morgen weer gebeuren. Dus het komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, hou vol goede moed. Geniet ervan. Het is hier ook nat. Het regent iedere keer. Dus ja, ik kan er ook niks doen. Ik ga nog lekker hapje eten. Dus ik zou zeggen, smakelijk eten. Bon appetit. En tot later. Doei! Ja, lieve vrienden. Het is weer de hoogste tijd om deze dag af te sluiten. Ja, want we leven alweer om 1:43. Dus ja, en dan klopt dat? Ja, klopt. Zeg maar 2:15. En ja, het is vandaag dus alweer zaterdag, een nieuwe dag. Maar ik ga nog wel slapen. Want ja, morgen weer hebben we onze enige echte Jan van Dam over de vloer. Ik weet niet hoe laat hij aankomt. Ik zal proberen hem met de meisjes van het station af te halen. Dus ja, we hopen weer op een gezellige, leuke, drukke dag. Ja, oké. Hij slaat 4:15. Dus we hopen op een gezellige, drukke dag. En dat doen we met een lach. Ja, toch? Dus ik wens jullie nu allemaal welterusten, slaaplekken met mooie dromen. En uiteraard gezond weer uit je bed zien te komen. Zeggen graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei!